Dan neem jij deze en dan pak ik jou bij je mee. Ja! Zijn bus. Helemaal goed. Ja. Misschien herinner je het je nog, maar ongeveer 1,5 jaar geleden reed ik samen met Ton Hille in een elektrische bus richting Schiphol. Nou, die bus zat toen nog in de testfase en we hebben vandaag de definitieve versie mogen ontvangen. Deze mooie gele Heijmansbus hier achter mij en die ga ik samen met Ton Hille afleveren aan de monteur op Schiphol. Nou Ton, ik ben vandaag weer jouw privéchauffeur. Wat gaan we doen? We gaan een hele mooie elektrische bus, een nieuwe bus, gaan we afleveren aan Remco. Die werkt op Schiphol als monteur. En die krijgt als eerste zeg maar even een elektrische bus waar hij mag gaan rijden. Tof, laten we gaan. Lijkt me hartstikke leuk. Zo. Dat is even een andere instap dan een gewone auto, hè? Dat bedoel ik. Zo. Oeh, ik zit al wel goed bij de koppeling die er niet is. Oké, top. Nou, we zijn op weg. Heb je 2 weken vakantie echt? Ik ben echt 2 weken in Gran Canaria geweest. Ja. Met de hagelslag. Uiteraard, als ik op vakantie ga, neem ik een paar haarzorg mee. Uiteraard. Dus er gaat een vol pak mee en hij is op als ik wegga weer. Ik heb nog een beetje een bruine gloed over me heen. Ja, jij dacht we moeten dit wel doen als ik nog een beetje kleurtje heb. Maar we zijn nou in 2 weken in 2020. Als we nou terugkijken op 2019, wat zijn dan echt de hoogtepunten? En dan is natuurlijk zo'n feestje is natuurlijk wel zo'n EMA. Daar komen we straks nog langs. Precies. Dat je dat in 18 maanden bouwt, dat zo goed is gegaan. Tevreden klant, tevreden opdrachtgever. Ja, daar kan ik wel heel erg van genieten. Ja. Maar ook bijvoorbeeld zo'n Phoenix loodsen. Ja. Waar we ook nog een keer in Rotterdam de architectuurprijs zowel van de vakjury hebben gekregen als van het publiek. Ja, dat zijn gisteren, gewoon mooie dingen. Heel mooi, En dan doe je bijna alle kleinere projecten, de serviceopdrachten, de kleinere woningbouwprojecten, dat soort dingen doe je allemaal tekort. En dat moet je vooral niet doen. Hè. Maar goed, het bedrijf, het staat weer, het is gezond. Ja, daar kan ik wel heel erg van genieten. Maar uiteindelijk moet ik eerder bekennen, ik ben heel positief over het afgelopen jaar. Met de nood over stikstof en PFAS. En dat we daarmee zelfs hebben moeten besluiten om ook de actiedag in Den Haag te ondersteunen. Dat de noodzaak zo hoog is dat je dat moet doen. Ja, dat is eigenlijk niet goed. Hebben we dat oktober, november hebben we dat Zuidasdok ingeschoven, dat dek op de A10. Mm-hmm. En dan zijn ze donderdagavond begonnen en op zondag of maandagochtend reden de auto's weer op de wegen. Daar krijg ik wel een enorm warm gevoel van hoor. Als je ziet wat daar van topprestaties geleverd. Compliment. Top, echt fantastisch. Het regent lekker zo. Ja, hè? Het gaat steeds harder. Het gaat steeds harder, ik wou dat zeggen. Hij rijdt lekker die auto, of niet? Ja, hij kan alleen maar net geen 100, maar dit rijdt echt heel net soepel. Net geen 100, maar hoe hard mag je met een bus? 80 of 100? Ja, dat weet ik niet. Ik weet het ook niet. Misschien mag je deze wel 100, dat zou wel kunnen. Oh ja. Maar we gaan sowieso naar 100 kilometer, hè, dus het maakt niet uit. Ja, in die zin heeft Remco daar ook een perfecte bus. Die kan ook niet harder. We gaan er wel af. Ik denk een beetje bijlaten. We gaan een beetje bijlaten. Ja. Nou, dan gaan we dat doen. Ik weet niet of we nog meer... Dit is een vastnet, dus dit gaat in ieder geval snel. Nou, dan kunnen we in ieder geval ook een kopje koffie drinken. Dat is ook wel handig. Ook wel lekker. Dat bedoel ik. Kijk, dat is toch een smal doorgangetje. Chantal, ik weet niet. Maar gaat goed. Nou, ik hoor geen piepers. Ik weet niet of ze aan de voorkant zitten. Nee, ze hebben ze wel. Oh ja, aan de zijkant. Ja. Nou, valt prima gelukt. Valt mee. Zo, nou, even kijken, alles weer uit. Zo, eens even kijken hoe dit allemaal werkt. Ja. Het zal wel weer met die startonderbreker te maken hebben. Of hij deed het al, want je hoort niks. Dat had ik dus net ook. Aha. Ja. Staat het is een rare gewaarwording, Even dat je helemaal niks hoort. Nee. Heb je ooit al een stukje elektrisch gereden? Nooit. Alleen erbij gezeten dan vorige keer met mij? Ja, zeker. Maar nog nooit eigenlijk elektrisch gereden. Dus dat is wel... Nou, de eerste keer. De eerste keer. Leuk toch? Ja, zeker. Nou. Hij rijdt wel lekker de auto. Ik vind dat dus ook. Als je er eenmaal. Het is heel stil. Als je er dan even doorheen bent, doordat hij niet. Want
Ja, 95, dat is toch wel dat je denkt... Maar misschien is dat ook wel heel goed voor mij, dat dat niet is. Dat dan rijd ik ook niet harder. Ja, precies. Dan heb ik ook minder bekeuringen. Ja, denk je daar wel? Zomaar, heb je veel bekeuringen? Nee, dat valt op mij. Nee? Nou, ik heb ze wel. Dat ook wel. Ja. Kijk, we zijn natuurlijk een bedrijf die heel veel aan de weg doet. Ja. En als je ziet hoe sommige mensen langs wegwerkzaamheden rijden, waar onze mensen of mensen van de BAM of Volker of wie dan ook rijden, ja, dat ben ik me wel heel bewust. Dus even in die zin zou je echt willen dat mensen daar eens wat meer oog voor hebben. We hebben nog een actieradius van 30 kilometer, dat gaan we halen. Ja, dat dus, sowieso. Dat gaan we halen. Hey, we starten toen straks met wat zijn de hoogtepunten en wat... was er wat minder, ja. Dat deel zakelijk. Heb je privé vorig jaar nog dat je denkt, nou, dit was echt mijn hoogtepunt van het jaar en ook een dieptepunt misschien? Nou nee, ik heb niet zo heel veel dieptepunten gehad, moet ik eerder bekennen. Verder zakelijk daar niet en privé vind ik het wel heel mooi dat mijn dochters gewoon steady on op school acteren. Gezond en gelukkig zijn en dat vind ik het meest belangrijk. Ja. Om ietsje breder te zijn. Hoi Remco, met Chantal van Ravenstein en Ton Hille. Hoi, goeie. Hey Remco. De bus staat voor kantoor, dus als jij naar buiten wil komen, gaan wij jou de sleutel overhandigen. Kijk, hij piept nu wel dat ik denk van laat ik hem hier zo staan. Zo. Nou. Hebben we het toch weer goed gedaan, Chantal? Zijn we weer, ja. We hebben het nu samen gedaan, hè? Dat is wel een voordeel, hè? Hoi, hallo, Chantal. Hoi, jongen. Hoi, Ton. Hey, Is hij mooi? Ja, hij is mooi. En hij rijdt lekker, kan ik je melden. Ja. Wij hebben allebei erin gereden, dus we hebben halverwege hebben we even gewisseld. Dus voor de eerste keer dat ik in een elektrische auto heb gereden. Dat bedoel ik maar. Ja. Ik heb geen elektrische auto. Maar hij rijdt heerlijk. Dan neem jij deze en dan pak ik jouw BMW. Ja, maar jij komt met je materieel niet in mijn BMW. Dat is ook jammer natuurlijk. Hè. Ja. Wat denk je? Werkbankje, alles erop en eraan. Maar netjes. Dus ik even mee eruit. Ik hou nog steeds die sleutels vast, maar het zijn jouw sleutels zo. Ja, officieel nog even. Het is jouw bus. Dankjewel. Zijn bus. Helemaal goed. Ja. Je moet hem wel opladen. Dat is Heimlicht.